Ze gaan sowieso gewoon die mensen die dan te druk vinden beneden, die gaan sowieso toch nog aan de hoofd staan, want die gaan niet zomaar naar huis. Lijkt mij. Ik heb er wel echt zin in. Ja, ik heb er ook wel zin in. Alleen, ik vind dat met. Ja. Ik heb geen zin dat iedereen weer zo in je nek staat en zo. Ja, nee. Want dat gaat sowieso wel echt zijn. Maar hou je dat blouseje aan? Want dat is toch niet super heet. Of pak je... Oh ja, wat een shirtje aan. Dat is... Mm-hmm. Dat is sowieso chillen. Dat is sowieso chillen. Maar ik dacht dat nou een leuk hemdje of zo om had gedaan. Dat was veel nicer. Dat is gewoon pantalon en hemdje. Oh, ik ben benieuwd hoeveel Wieneke wel niet op gaat roken vandaag. De vorige keer was ze echt een heel pakje. Dat was echt... Ja, de vorige keer dat wij op stap gingen, toen heeft ze echt een heel pakje gerookt, volgens mij. Ja, ik weet het. Ik weet zeker dat Jeroen en Wieneke, die gaan sowieso ruzie krijgen. Dat is echt... Oh nee, dat is helemaal niet... Ja, iedere keer als Wieneke op stap is, dan hebben we hun de laatste tijd ruzie. Ik hoop wel dat ze nog een liedje voor ons zingt. Nou, dat was ik heb een liedje voor ons zingt. Echt, toch? Ik hoop dat zij de sigaretten bij ons deelt. Nee, dat kan niet. Rook jij nog steeds eigenlijk? Nee, ik heb in ieder geval echt zin in een sigaret. Nee. Jawel, we zijn wel gestopt. Daar hadden we het over gehad. Please, ga op stop. Please. Nee, ik heb daar wel gewoon echt zin in. Nee, we hebben het hier over gehad. We zouden samen stoppen. En ik heb het al de hele week volgehouden. Ja, maar ja, ik heb het... Ja, waarom wil je nou per se dit weekend stoppen? Nou ja, we hebben het hier over gehad. Ik dans nou bijvoorbeeld 7 uur in de week. En ik geef les op een basisschool. Ja, ik kan moeilijk in de pauze naar buiten lopen om daar even te roken op het schoolplein. Ja, dat kan je gewoon echt niet maken. Juf Eline. Nee, dat kan je gewoon echt niet doen. Nee, ja, dus, okay. En we hebben het hier ook gehad, we sporten nou superveel. Jij kan ook niet de hele tijd blijven roken. Maar waarom zou jij dan namelijk niet willen stoppen? Ja, ik heb echt gewoon, de laatste tijd echt gewoon een kutweek en zo. Dan heb ik daar gewoon echt super veel zin in. Ook als we nu op stap gaan, ja, dan denk ik boeien, dood gaan we allemaal. Dus ik heb gewoon echt zin om een sigaretje te roken. Ik vind het zo'n slechte reden, daar heb je echt niks aan. Ik heb ook al even niet meer gesport. Als ik dadelijk ga sporten, dan ga ik denk ik echt wel gewoon minder roken. Maar nu heb ik wel gewoon echt zin in een sigaret. Dus ja, als je niet meegaat, dan ga ik toch. Waar zijn je sigaretten? Ja, nee, ik ga niet zeggen wat die liggen. Ik vind het echt dom. Ja, ik weet al waar ze liggen. Kom je dat daarin roken? Nee, ik dacht ik klop even voordat je daar weer naar binnen valt en dat ik de deur ga halen. Nee, ik ben er echt super stom wat je nou doet. We hebben hier echt een deal over gesloten. Nou laat je me een beetje in de steek. Maar wanneer ben je nou eigenlijk begonnen met roken? Lang geleden als je die sigaretten daar ziet. Nee. Ja, ik hoop voor jou dat het niet allemaal van jou is. De eerste keer was echt, dat was zo lang geleden, toen gingen we naar een buurthuis. Echt in IJsselstein of zo. Jera heette dat toen. Ja, Jera heette dat toen. En toen fietsten we daar naartoe op ons fietsje. Koud en wind en regen, maar we moesten daar naartoe fietsen. Dat is ver. Ja, dat is echt een uur is daar fietsen of zo. Maar ja, ik moest en zelf op de fiets gaan. Oké, intens. En toen waren Stef en al die jongens, vrienden waar we toen mee omgingen. En jongens uit IJsselstein en mijn klas waren daar. En is ja. Stef op B? Zat ik binnen? Ja, die zat bij mij toen in de klas. Okay, en, nou ja, en wij daar een beetje gedronken, een biertje gedronken. Ja, we waren super jong allemaal, maar ja, het kon daar. Je kon daar een biertje drinken. Toen hoe oud was je dan? Ja, ik was echt 13 of zo, 14 misschien. Echt heel echt jong. Jong, man. Ja, en toen, nou ja, toen ging ik veel met die jongens om en daar natuurlijk bij zitten. En toen, nou ja, op een gegeven moment, ja, vonden wij een pakje sigaretten. En wij dachten, we gaan naar buiten, we gaan die stiekem oproken. Dus ja, de eerste keer, toen hun sigaret aansteken doorgeven. Mm. Ja, wil je ook? En ik dacht, ja, wil ik ook. Nou ja, ik moest natuurlijk wel laten zien dat ik gewoon mijn mannetje kan staan. Dus. Heftig man, als je dan over nadenkt dat je 13 bent en dan is al gewoon... Ja, ik ben niet 20, dus het is 6 of 7 jaar geleden. Dus ja, ik een huisje nemen van die sigaret en hoesten dat ik deed. En hoesten, ik ging dood. Ik dacht, dat doe ik nooit meer, dat doe ik echt nooit meer. Maar ja, maar de keer daarop deed ik het natuurlijk weer. Ja, dat weet ik.
Ken je Jurre van Mossel? Ja, dat is jouw eerste vriendje. Jouw, zeker mijn eerste. Jouw eerste verliefdheid. Zeker. En toen, die rookte wel eens ooit. Ik vond dat keihard toen. Ik vond het echt super vies. En dat moet je echt niet doen en zo. Want hij sportte ook veel. Ook in Helmond. Bij Helmond sportjes eten en zo. En hij deed ook echt stiekem. Zo van, je mag dat niet weten. Mijn vriendinnetje mag niet weten dat ik dat doe. Zo. En eigenlijk toen, uit opstandigheid, ben ik gewoon met roken. Zo van, jij doet dat. Nou, als jij dat vies vindt, dan doe ik dat ook. Ja, je kan me. En zo ben ik eigenlijk ook een beetje begonnen. En toen werd het een beetje bij feestjes. En toen werd het vast. Ja. Dus eigenlijk wel een beetje hetzelfde als... Maar goed, je hebt het inmiddels wel gestopt. Dus je bent goed bezig in ieder geval. Het is ook gewoon echt duur. Ik ben niet toen begonnen. Jij gaat ook op jezelf. Je zal echt moeten stoppen. Ja, echt, als je voortaan een pakje per week gaat roken. Ik weet nog toen wij, denk ik, ons eerste pakje kochten. Was een pakje 5 euro of zo. Toen wij zo jong waren. En inmiddels. Oh, weet je nog in vakantie in Griekenland? Ja, zo'n hele slof. Super goedkoop. En wij denken, ja, we kopen gewoon geen slof. Dus we denken, ja, anders dan gaan we weer veel roken. Eenmaal thuis, wat doen we? Een pakje kopen. Ja. Ja. Super dom, hadden we net zo goed die slof kunnen kopen. Maar misschien dan... maar beter dan we dat niet hebben gedaan. Nee, ja, nou ja, had ik niks uitgemaakt, want je stopt nou toch niet. Zullen we dan nou even een deeltje sluiten? Een deeltje sluiten? Ja, dat ik ook ga stoppen, bedoel je? Ja, je was al gestopt, maar dan pakken we deze als deel als je laatste sigaret. Ik vind het gewoon zo lastig. Het is gewoon zo gezellig altijd om lekker met mensen een sigaretje te gaan roken. Lekker met onze vrienden. Ik heb daar ook gewoon tijd voor. Dan heb ik even niks te doen, dan denk ik lekker een sigaretje roken. Ik moet eigenlijk gewoon, ja... Net zoals jij. Hoe doe jij dat? Ja, nou ja, ik sport en dans nou gewoon zoveel. En ga ik zo ook nog doen. Dus je kan daar ook even mee kijken. Als je gewoon veel sport en dans, dan heb je daar gewoon niet zo last van. Dan krijg je natuurlijk ook wel gewoon echt veel energie van. Ja, en ik weet zeker dat je dat kan. Zo super. We are searchlights. We can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? You fool.